want ze kunnen er niks meer mee doen. En ik had gezegd, dat die Mary heeft een probleem volgens mij. Ah, natuurlijk. En dat is in de balans. Ah, ja. Ja. Dus als je haar doet, als zij gaat, ze kan niet op haar benen blijven. Ze valt zo letterlijk met de massa. Ja. En de knieën staat. Ja. Achter 6 maanden weg. Ja, maar ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik ben super blij dat daar niet meer te doen mee te doen heb, maar. Zo. Heel goed. Goed. Ja, typisch paard, hè? Mag de ritselen hier ook echt iets? Dat is geen in beeld. Mooier, ja, het begin was minder, maar het werd beter al duur. Ja, ja. Twist was juist hetzelfde, die we ook niet weg bij Katty. Oei. Hoe is het met Mieke? Ja, goed. Fysiek minder, haar knieën ook. Maar ze had alleen knieën en heupen, wat weet ik allemaal. Eigenlijk voor goed te zijn zou ze een beetje moeten vermageren. Hè? Weer goed daar. Stelling. Een beetje meer linker. Ja, zo, nee. Zo. Linkjes. Dat is super. Nee. Dat is super. Goed. Wat dat je nu weet, Nathalie, als je mee, je wordt een beetje geplooid in de cintuur. Naar beneden. Voilà. Dat is geen goede volt, hè? Voilà. Dat is veel beter, hè? Heel goed daar, voilà, kom daar niks niet aan, gewoon meegaan. Zeer goed.
de wringen een beetje te veel, Nathalie. Gewoon meegaan, niet te veel wringen. Met die stieren en bekken. Eens dat ze vertrokken is, gaat ze eigenlijk, voilà, een beetje achterover. Dat is veel beter. Yeah.
niet snappen. Dat heb je een perfecte schouder binnenlaag. Ze kwam een beetje naar achter. Ze kwam naar achter. Wat is dat? Wat heb je? Nee, je doet dit. Wat gebeurt er dan achter? Ja. 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 Ja.
Ja, nu ben ik mee. Ja, Bente, kijk, ik stuur opzettelijk een beetje naar hier om op die middellijn te geraken.
vandaag een keer rechter volte. Ik weet niet of dat je woont, maar daar zakt ze volledig rechtsachter. Dat is minder. Links is meestal goed. Perfect. Weer, weer goed. En op het einde daar twee keer volte rechts. Hè. Goed als schouder. Vanuit stap. Ja. Ja. Geen probleem. Thank you.
in. Nee. Dit is goed, maar de markt gelijk niet goed het verschil tussen gewone draf en passage. Dat is duidelijk. En
slangenwolven van hier bos met de wolven om een perfecte cadans te vinden. Goed, rechts een beetje de wolven sluiten. Perfect, ja ja. En uw handen niet dissociëren. Ja, voilà. Oké, je mag links blijven. Het is goed. Ga maar verder. Doe de wolven in de laatste hoek daar. Zeer goed, zeer goed. Vertraag een beetje de tempo. Rechter teugel. En hier langs de oefslag passage. Ja, en nogmaals het ras. Gewoon de druk loslaten. De druk loslaten. Goed zo. Ik heb het niet zo goed verstaan. Oké. Dus wat ik wil, normale draf. Ja. Maar in je hoofd telde tot 3, hè? Dus normale draf. En ik ga even opletten. En in die 3 vlees moet je naar passage komen. Zet u? Volte. Heel goed. Je moet wel blijven zitten, hè? Dat is toch af en je moet zitten. Voilà, volte gezeten. Dat is wel een hele schone draf, hè? Flink, flink, flinke mens. Belonda, belonda. Flink, goed zo. Maar...